Elke dag komt in Eindhoven een aantal 65-plussers bij elkaar. Leden van een club die in 1967 werd opgericht. Hun thans 82-jarige voorzitter zegt daarover. Kijk, de opzet van deze club, die we de naam van Christian Huygens hebben gegeven, omdat de bedoeling is om klokken te maken, is eigenlijk geweest om gewoon een zinvolle bezigheid te hebben voor mensen die gepensioneerd zijn. Uit deze club is nou inderdaad heel duidelijk gebleken dat wanneer een stelletje mensen zich inderdaad serieus toeleggen op het maken van zelfs ingewikkelde, technisch moeilijk instrument als een klok, daarmee succes kan behalen, dan is daarmee toch wel bewezen dat als je eenmaal daartoe in staat bent, dat je eigenlijk alles kunt doen om een bezigheid te vinden voor mensen die gepensioneerd zijn, die nog beschikken over hun volle capaciteit, om tenslotte dingen te maken waar ze zelf plezier van kunnen beleven of anderen een heel groot plezier mee kunnen doen. Dit is eigenlijk de hele opzet en waar wij zelf bijzonder plezier aan beleven. En dat we hopen dat daaruit mag voortkomen dat ook andere mensen die misschien met dit probleem worstelen, daarin een uitkomst kunnen vinden. Alle onderdelen van elke klok zijn stuk voor stuk door de leden van de club zelf gemaakt. Om het idee van het eigen handwerk nog te versterken, voorziet elk lid zijn werkstuk van zijn eigen naam. Zo is dit een echte Van der Pelt uit 1974.